Ik ben Martin Koning. Ik heb als docent in het hoger onderwijs 25 jaar met internationale studenten gewerkt. En ik wil het met u in dit college graag hebben over cultuurverschillen en het belang daarvoor in de huidige maatschappij. It's the mentality, stupid. We riepen toch altijd dat de diepste waarheid is: It's the economy, stupid. Nu hoor je steeds vaker zorgen over vluchtelingen, over godsdienstverschillen en over etnische verschillen. En dat zijn dus niet in de eerste plaats economische zorgen. Het huidige inzicht lijkt dus wel. It's the mentality stupid. Het dringt eindelijk door in deze gespannen tijden. Een samenleving, een cultuur, een beschaving of hoe je het maar noemen wilt, is inderdaad die economie, de economie. Van de land. Maar het is ook zijn mentale software. Die economische verschillen, dat weten we nu wel. Maar als we het Europese project echt beter willen laten slagen, dan zullen we ook meer aandacht moeten krijgen voor, inderdaad, die mentale verschillen. Waarom? Wel, vergelijkt u het maar eens met een uitgebreide familie, hoe moeilijk je die in vrede bij elkaar houdt. Ooit besloot Europa meer te willen zijn dan een stel vage familieleden... dat ze een hechte familie wilden worden. Dus is het eerste zakgeld van alle familieleden... in dezelfde munt gaan uitbetalen, de euro dus. Dat we daarmee nog geen warme familie zijn geworden... behoeft op het ogenblik weinig betoog. We hebben het bij de betrekken van oud-ooms... achterneven en pleegvaders behoorlijk onderschat. Vooral onze gezinshoofden... Onze nationale staten van Europa, dus, hebben niet gedaan wat je van gezinshoofden mag verwachten. Begrip tonen voor de familieruisjes en tegelijkertijd eendrachtig werken aan het gladstrijken van die ruzies. Zeker, dat ligt gevoelig, ruzies, maar je bent gezinshoofd of je bent het niet. Dit college gaat over het inzicht in die mentale verschillen. Ik probeer in heel kort bestek iets duidelijk te maken over het inzetten. Van interculturele theorie over wat de belemmeringen daarin zijn en voor wie deze taak misschien is weggelegd. Hoe dieper je in een nieuwe cultuur duikt, hoe gefrustreerder je wordt na een tijdje. Daar bestaat een aardige grafiek van. Kijk u er maar even naar. Je aanpassing gaat dus, dat kunt u zien, van euforie via cultuurschok naar acculturatie, aanpassing dus. En dat eindigt dan in een nieuwe vorm van evenwicht. In zo'n intercultureel aanpassingsdal liggen vaak nogal wat struikelstenen, soms duidelijk zichtbare, maar veel vaker lastige ondergrondse stenen. Hier volgen een paar voorbeelden. Dat zijn voorbeelden van Nederlands-Franse stenen in dit geval. Hoe zit het bijvoorbeeld in Frankrijk met de Franse vlag? Mag je daar een beetje de spot mee drijven? En met die beroemde Franse haan? Zijn dat symbolen die daar gevoelig liggen? En die beleefde afstandelijkheid van ze, waarom doet ze dat eigenlijk? En dat oeverloze praten en niet tot de kern van de zaak komen? Zijn dat rituelen die je goed moet kennen? En die de Gaulle, is dat zo'n historische held van ze echt? En die Jeanne d'Arc, dat was toch gewoon een godsdienst hysterisch wicht? Of mag je dat daar niet zeggen? Zijn dat de onantastbare helden van Frankrijk? En als ze dat zijn, waarom zijn ze dat dan eigenlijk? En het moeilijkste van alles, dames en heren. Waarom zijn ze zo hierarchisch, terwijl ze individueel minstens zo eigenwijs zijn als wij? Wat zijn, kortom, de belangrijkste Franse waarden? Vragen waar je bewust van moet zijn, wil je een ander echt begrijpen. En om tot dat begrip te komen, kun je de interculturele theorie goed gebruiken. Ik gaf zojuist net een paar voorbeelden van zo'n theorie, maar er zijn er talloze. Maar mijn eigenlijke kernvraag is: waarom worden interculturele inzichten nog steeds niet gebruikt of niet goed gebruikt in het publieke debat over politieke zaken? Voor het niet gebruiken van interculturele inzichten zijn volgens mij vijf belangrijke redenen. Dat de samenleving erg gevoelig blijkt voor macht, of in diepste wezen collectivistisch denkt of weinig talent blijkt te hebben voor improvisatie. Dat zijn allemaal inzichten die één. Het grote publiek niet graag hoort, twee, de media niet duidelijk in twee minuten kan duidelijk maken en die drie door het bedrijfsleven als niet winstgevend worden afgeserveerd. Maar, waarom doen, ik kom bij vier, de wetenschap... en vijf, de politiek dan zo weinig met die inzichten van interculturele denkers? Ik denk omdat die inzichten vaak over mentaliteit gaan... over diep gewortelde, bijna reflexen in samenlevingen. En wat moet je daarmee als wetenschapper of als politicus? Wetenschappers krijgen er het geld niet voor... En in de internationale politiek zijn zulke inzichten heel moeilijk openlijk bruikbaar. Erger, daar zijn die inzichten vaak zelfs tijdbommen. Ik zal een voorbeeld geven. Welke Noord-Europese politicus heeft tijdens de schuldencrisis van Griekenland bijvoorbeeld hardop durven zeggen dat Griekenland een zeer collectivistische samenleving is? Laat staan dat zo'n politicus de consequenties onder woorden durfde brengen. Een als collectief denkende samenleving dus. Een samenleving dus waarbij eergevoel, je eigen gezicht bewaren, je buren ontzien, veel zwaarder tellen dan eerlijk schuldig aanwijzen, aanwijzen en die openlijk bestraffen. Nou, kom daar maar eens mee aan de dag, aan de politieke onderhandelingstafel. Dat kun je niet verkopen. Wel, misschien moet ik mijn hoop dan maar vestigen op de overheid. Die werkt tenslotte achter de schermen, die heet de ministeries, die kan meer in de luwte te opereren, die bereidt de besluiten eerder voor dan dat ze ze moet doordrukken. In ieder geval mag de overheid gedurder aan free fighting doen dan die politieke gladiatoren in de Brusselse arena's. Want juist omdat ambtenaren minder te verliezen hebben dan politici. Minder van stipendia afhankelijk zijn dan wetenschappers. en minder aan hun soundbites hoeven te denken dan presentatoren en journalisten. Juist daarom zouden onze Europese ambtenaren misschien wel bij uitstek geschikt zijn. om de Europese interculturele struikelstenen zichtbaar. en vooral bespreekbaar te maken. Het lijkt me een prachtige manier om van een uitgedaagde. een uitdagende overheid te worden. We zijn, dames en heren, nog maar net begonnen met ons verenigen. Het blijft dan wel de uitvinding van de eeuw, dat verenigt Europa, maar de handleiding daarvoor is bepaald nog niet geschreven. Voor we het weten, dames en heren, zitten we aan versie EU 3.8 vast. U weet wel, deze versie vervangt alle vorige handleidingen. Maar laten we niet wanhopen, Keulen en Aken werden ook niet op één dag gebouwd en het gebouw Europa loopt niet slechts van Keulen tot Aken. Maar van Athene tot Amsterdam. En dat gebouw willen we niet alleen van buiten, maar ook van binnen netjes houden en goed restaureren. Het moet er niet alleen voor het oog goed uitzien, je moet er ook nog eens goed in kunnen werken. Ja, dat gaat tijd kosten, maar het kan echt een spectaculair gebouw worden. Muziek <tog>